Hoi hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 27 november en vandaag ga ik even een testdagje maken, want ik heb een nieuw telefoonabonnement genomen. En daarbij staat een nieuwe smartphone, de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, echt het beest van het ding. Daar wil ik vandaag eventjes een testvideo mee maken om te kijken of er leuke filmpjes uitkomen. Veel kijkplezier! It's running. Nou, 7:15 station Borne. Wat mij dan leuk leek om een keer een testdagje te doen is een rondje door OV-regio IJsselmond, dus het gebied tussen Steenwijk en Almere. Connectie rijdt daar met een ratje toe aan bussen, dus dat is alleen maar leuk. Let's go! Aangekomen in Zwolle. Zo eventjes bij Albert Heijn toe wat inkopen gedaan en nu gaan we naar het busstation heen. Voor 2 weken is het voorbij met deze blauwe ambassadorbussen van Sint Overijssel, want dan komt hier de nieuwe reis mee deze te rijden. De laadpalen voor de stadsdienst staan er ook al, maar daar gaat het vandaag niet over. Vandaag doen wij een rondje door IJsselmond. Lijn 71 naar Emmeloord, we krijgen een ex-GVU van Hol mee. Nou, een dagkaartje regio Oost. Nou, lekker toeren. Ja, dit is genieten hoor. Ik zit als enige in de bus en het geluid van deze bus is een oude gillende versnellingsbak. Dat vind ik een heerlijk geluid. Met deze bus gaan we lekker helemaal naar Emmeloord heen. Na een brute rit met de ex-GVU van Hol aangekomen in Emmeloord. Wat betreft het filmen met deze nieuwe Note 20 Ultra, ik vind het een heel fijn film. Er zit ook een 5 keer telelens op in plaats van normaal 2. Dat is een beetje anders, je moet een beetje kijken hoe dat zoomt. Er zit wel een mooie zoom overgang in, dat hadden die oude Samsung's helemaal niet. Vind ik wel leuk. Emmeloord is kut. Door naar Urk. Ik was een foto aan het maken van deze oude Interline halte. Toen dat gebeurde kwam de bus naar Urk binnen. Dat is weer zo'n Van Hol. Aangekomen op Urk! Urk is momenteel niet de veiligste plek om te zijn. Dat komt omdat de overheid een vuurwerkverbod heeft ingevoerd voor deze jaarwisseling. Met corona als excuus. Nou, heel Urk is in opstand gekomen en overal vliegt alles in de fik hier. Dus ik wil hier zo snel mogelijk weg. Het voordeel van door de week is lijn 149 naar Nagelen rijdt. Die lijn gaan we dus ook doen tot aan Nagelen en daarna de 146 naar Dronten. Dat is ook een verbinding die alleen door de week rijdt. Overstappen dus bij Nagelen Domineesweg. Hier is... niks! En ik moet zeggen, dat doen we maar tegen zo'n betonnen pilaar van de A6. Juist. Nou, op naar Dronten.
aangekomen in Dronten. We doen vandaag allemaal buslijnen die alleen maar door de week rijden. Dat vind ik een keer leuk, want normaal reis ik alleen in het weekend. Dus omdat ik morgen maar zaterdag moet werken en mijn wekker gaat om 3 uur vannacht. Dus ja, we gaan niet zo heel lang een rondje van maken. Nu met lijn 143 naar Kampen. Aangekomen op station Kampen. Dat ligt in IJsselmuiden. Hier stappen we over op de 74 naar Hasselt. En daar zit een oude Volvo op. Daar heb ik zin in. Het is niet zo'n heel spannend ritje. We komen zo aan in Hasselt. Daar stap ik over op lijn 71 weer terug naar Zwolle toe. En daar zit een VDL Citea XLE op. Echt alle soorten bussen vandaag. Weer terug waar het allemaal begon, in Zwolle. Sprinten richting Borne. Het rondje bussen door IJsselmond was een heel leuk rondje en een keer door de week gedaan. Want in het weekend rijden de meeste lijnen niet. Niet de helft van nee, gewoon de meeste lijnen rijden niet. En dan rijden alleen maar Iveco Crossways. Dus geen Citea's, Volvo's, Citaro's. Laat ook eventjes in de reacties achter wat je nou vindt van de kwaliteit van de Note 20 Ultra. Nou, ik neem dit allemaal op in 1080p 30 fps. Hij kan ook 4K en 60 fps filmen. En de achtercamera zelfs 8K in 24 fps. Maar dat doe ik allemaal niet. Ik upload gewoon in 1080p en 30 fps. Laat even achter wat je ervan vindt. Met deze trein gaan we naar Borne. Zo weer terug op station Borne. Persoonlijk vind ik deze test met deze smartphonecamera van de Note 20 Ultra meer dan geslaagd. Lijkt wel bijna spiegelreflexcamera kwaliteit. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat een blauw duimpje achter. Ik ga lekker naar huis heen en op tijd slapen, want om 3 uur gaat de wekker voor werk. Tot de volgende keer. Later. En addict. Er gebeuren vreemde dingen hier.